je volgt een nieuwe uitzending van 0486 TV. We zijn hier met z'n allen vandaag bij elkaar gekomen voor het Energiecafé. Dus, het draait vandaag om duurzaamheid. En, ja, we zijn in de inwonersuitgave bij elkaar gekomen om het onderwerp duurzaamheid te gaan bespreken. Het eerste Graafse Energiecafé vond plaats op woensdagavond 18 oktober in Café de Gouden Leeuw. De avond was een groot succes. Een kleine 50 bezoekers lieten zich inspireren door initiatiefnemer Peter Linders. In een workshop-setting kwamen ze met veel goede ideeën, zoals het energie-neutraal maken van het vestingstadje. Een speciale taskforce gaat met deze ideeën aan de slag. Een van de meest ambitieuze ideeën was de wens om vanaf nu alle nieuwe woningen gasloos te bouwen. Ja, dat was toch wel met de mindsetting dat milieu erg belangrijk is en dat we met z'n allen moeten werken aan minder energieverbruik om de wereld toch een beetje leefbaar te houden. CO2-uitstoot en zo, dat geeft toch allemaal een nadelig effect op termijn. En wat vond u van die avond? De avond vond ik heel enthousiast gebracht, ook wel deskundig. En ik vond de inbreng van de mensen vind ik goed. Alleen deze mensen die natuurlijk zijn gemotiveerd. En ik denk dat er nog wel 90% zijn van de Graafse bevolking die er wat minder mee heeft. En die zou je natuurlijk ook moeten zien te bewegen tot, tot ze hier ook zeg maar mee over gaan nadenken. Nog even een greep uit de andere ideeën waarmee de bezoekers kwamen. Zonnepanelen op daken van alle sportverenigingen en scholen. Grootschalige zonneparken. Een collectieve isolatiecampagne in combinatie met het verwijderen van de asbestdaken in de Dr. Kanterslaan. En een nieuwe crowdfundingactie voor de Graafse bevolking om een waterkrachtcentrale bij de Graafse Stuw mogelijk te maken. Ook een succesvolle aanpak om de historische woningen in het centrum te verduurzamen werd veelvuldig genoemd. Duurzaamheid. En nieuwsgierigheid. Waar ze nu zijn, wat ze doen. En hoe heeft dat uitgepakt? Voor mij goed. Ik ben nu wel op de hoogte wat er eigenlijk hier speelt. Daar was ik eigenlijk niet zo van op de hoogte. En er zit nog iets plus bij, is dat er ook echt een toekomstvisie ligt. En dat, daarvan wist ik eigenlijk helemaal niet hoe dat in Graven leefde. Op 21 december organiseert de Taskforce Duurzaam Graven een tweede energiecafé. Met daarin een eerste uitwerking van de ambitieuze ideeën en een inspirerende film. Duurzaam Graven is een initiatief van Graafse inwoners om een duurzame beweging op gang te krijgen in de gemeente Graven. Ze richten zich daarbij niet alleen op energiebesparen, maar ook op allerlei andere aspecten van duurzaamheid. Met kleine, maar ook grote plannen, zoals een zonnepark op de Generaal de Bonskazerne, wil Duurzaam Graven over 5 jaar bij de top 20 van duurzaamste gemeenten van Nederland horen. Het begon natuurlijk met een goed verhaal, met een mooie column van gastheer Peter Linders. En daarna moesten mensen zelf aan het werk. Ik mocht 1 tafel begeleiden over energieprojecten. En er kwamen heel wat leuke ideeën, goede ideeën over energieprojecten, onder andere. De besparing, duurzame energie, waaronder dus de waterkrachtcentrale, maar ook heel veel zonnepanelenprojecten op alle daken. De daken van sportverenigingen, van gemeenschapsaccommodaties en zelfs in het open veld. En dus daar kunnen we echt zeker wat mee. En we hopen dat natuurlijk ook samen met deze mensen, die we toch een beetje als de koplopers zien van de mensen hier in het stadje. De gemeente Graven ondersteunt het initiatief Duurzaam Graven. Het past in de plannen die zij zelf heeft om duurzaam en energie-neutraal te worden. Daar waar mogelijk werkt de gemeente dan nog graag samen met organisaties als Duurzaam Graven. Ja, erg positief. Hè. Het is altijd de vraag van hoe gaat het vallen, hè, binnen de gemeente. Hoeveel mensen komen erop af? De nodige energiecafés en bijeenkomsten meegemaakt. Ja, daar heb je 1,5 man in een paardenkop, maar hier hingen ze er bijna met de benen uit. Dus alleen daarom was het al een succes. Radio en tv? Natuurlijk! Omroep Land van Kuik kijk je via tv op Ziggo Digitaal kanaal 40. En luister op je tv doe je op Ziggo Digitaal kanaal 915.